Kunst is sinnlos. Kunst ist. Oh. Großes Thema. Manchmal ja. Es gibt einen Satz in dem Text, in dem Odradek wie folgt beschrieben wird: Das Ganze ist zwar sinnlos, aber in seiner Art abgeschlossen. Die Installation heißt Odradek. Odradek ist der Name einer Kreatur aus einem Text von Kafka. In dem Text selber erörtert der Erzähler oder der Autor, was für einen Sinn er haben könnte, der Name. Es gibt Ursprünge im Slawischen und andere Ursprünge, aber unter Umständen ist der auch sinnlos. Aber die Tatsache, dass sich die Leute darüber Gedanken machen, beweist, dass es Odradek gibt. Dit is een affiche van de Prison Justice Day. Dit gaat tegen de onmenselijke behandelingen in gevangenissen in de Verenigde Staten. En daar is een protestmars tegen. Die gevangenissen zijn behoorlijk barbaars daar. Het is best een andere vergelijking in vergelijking tot de gevangenissen hier. En die poster, daar gebruiken ze vogels als symbool voor. Je ziet hier een boekcover van I Know Why the Caged Bird Sings. Dat gaat over slavernijverleden in de Verenigde Staten van Maya Angelou. Dat is een klassieker daar. En weer zo'n vogel als vrijheidssymbool erop. Maar ik heb daar ook echt veel dieren in kooien gezien. En ik was in New Orleans een tijdje en ik kwam daar pauwen tegen op straat die door orkaan Katrina bevrijd zijn uit de dierentuin. Die nu in het wild rondfladderen op straat. Dat was best bijzonder. En die worden in leven gehouden door de buren die ze elke dag donuts en appels voeren. Kijk, dat zijn allemaal kalebassen. Het zijn reuzenkalebassen. Ik heb ze op de markt in Amsterdam gekocht in een Afrikaanse winkel. Ze zijn allemaal anders. Sommige heb ik gehalveerd. En ze zijn nog niet klaar. Er komt nog een holletje in aan de achterkant ook. Dat de vogel een voor- en een achterdeur heeft. Daar komt een speaker komt er boven te hangen. En ik kan in ieder geval verklappen dat het geluid wat je gaat horen, dat je daar muziek speciaal gecomponeerd voor vogels in zal aantreffen.